Goeiedag, ik ben Matthias van Vlaming Vastgoed. Vandaag zijn we aan het station van Deinze, statieplaats. Hier hebben we voor ons deze prachtige gevel, waarin onderaan een handelspand bevindt, die ik vandaag aan jullie zal tonen. Het gebouw is in 2010 volledig gestript, enkel de gevel is blijven staan. Is onderverdeeld geweest in een appartement die op vandaag al verkocht is en beneden een ruim, aangenaam handelspand. Belangrijk, heel wat zaken mogelijk. De laatste activiteit die hier geweest is een horeca-uitbating, café. Vandaar ook de inrichting met een bar, aparte keuken en zeer ruime sanitaire blok met mannen- en vrouwentoiletten. Maar er is hier heel wat mogelijk. We lopen door naar de keuken en de technische ruimte. Nu in de kelder. Kelder, een mooie oppervlakte, ideaal om zaken te gaan bewaren. Naast ons is er ook nog een koelcel voorzien, die terug kan gebruikt worden. Zo, plannen om te ondernemen, ben je een jonge starter of wil je uitbreiden of ben je op zoek naar een trendy en drukke locatie in het centrum of in een bruisende stad? Wel, dan is dit pand zeker geschikt, mede door zijn oppervlakte, parkeergelegenheid, moderne technieken in het pand en onmiddellijk beschikbaar. Meer informatie? Surf dan naar www.vlaming.be en hopelijk tot snel. Dank u.